allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Sorry dat ik er zo belabberd uitzie, maar er is van alles aan de gang beneden. Sorry trouwens dat ik er een paar dagen tussenuit ben geweest, bijna een week volgens mij bijna. Maar dat had een reden, ik wil namelijk een beetje mijn uploadschema gaan aanpassen. Want ik merk heel erg dat ik het niet zo heel erg chill vind zitten meer, hoe het nu gaat. Hoe het nu dus allemaal een beetje gaat, ik weet niet. Ik vind het niet zo heel erg chill meer hoe het nu gaat. Ik vind het heel erg irritant qua upload, omdat ik gewoon heel erg in een week heb dat ik bijvoorbeeld... Ik heb gezegd, ik vlog 2 dagen, maar ik heb heel vaak dat ik gewoon vlog en dat ik daarna bij mij denk, ja maar... Nu ik deze vlog zit te editen, is er gewoon niks boeiends in die hele vlog. Want ik maak gewoon vrij weinig mee door de week. Dus... Ik heb ervoor gekozen om standaard in de week 1 dag te uploaden. En dat zal een soort weekvlog worden. Maar ik vlog de dagen alleen als er echt wat gebeurt. Als er dus bijvoorbeeld op de... Wat ik het dan? Ik vlog gewoon van maandag tot zondag. Mocht er een paar dagen tussen dat ik gewoon niks boeiends doe. Dat ik gewoon lekker thuis aan het chillen ben. Dan vlog ik gewoon niet. Want dat is gewoon niet interessant. Dat is voor mij niet leuk om te editen. En niet leuk om te vloggen. En voor jullie ook gewoon niet leuk om naar te kijken. Dus... ik ga gewoon terug naar de weekvlogs. Ik vlog de hele week door en aan de hand daarvan ga ik kijken of er wat leuks tussen zit. Dat upload ik woensdag. Elke woensdag om 4 uur zou er een vlog online komen. En er kan zijn dat er op de zondag om 4 uur af en toe ook een extra video online komt. Maar daar ga ik me niet aan vastknopen, omdat het ook best wel kan zijn dat ik gewoon niks te doen heb en gewoon geen extra materiaal heb. Dus dan gewoon maar haalbaar 1 upload. Dus reken sowieso op de upload op de woensdag om 4 uur. En het kan zijn dat ik af en toe nog eens wat extra's upload. En dat zal dan op de zondag gebeuren. Dus dat is een beetje het ding voor nu. De afgelopen week heb ik bijvoorbeeld ook echt helemaal niks gedaan. Het is nu voor mij woensdag. Is het woensdag of is het donderdag vandaag? Ik heb werkelijk maar geen idee. Het is woensdag. 3 februari. Het is trouwens wel einde van de middag. Want, misschien ook wel even... Ik doe gelijk even handcreme op trouwens. Misschien wel even apart om te vertellen. Ons schildpaddenverblijf heeft gelekt. En met de nadruk op gelekt. Echt heel erg. Waar is mijn handcreme gebleven? Ik ga even naar de badkamer. Die is dus echt serieus gelekt. Hij is dus echt helemaal lek. Heb ik lekker al een keer gezegd? Volgens mij wel. Nee, dus we hebben een nieuw schildpaddenverblijf. En die is dus net naar binnen getakeld. En staat nu. De schildpadden zitten erin. En nu moeten er nieuwe materialen gekocht worden om alles weer aan te sluiten en te doen. Dus echt een heel gedoe. Maar ja, hopelijk staat het allemaal zo snel mogelijk op zijn plek. En is alles weer opgeruimd beneden, want het is echt een rommel beneden nu. Ik zal het zo even laten zien. Het is echt vreselijk. En nog een nieuwtje. Mijn oma is naar de huisarts. Omdat het niet goed met haar gaat. En waarschijnlijk, tenminste we denken allemaal dat ze daarna ook nog richting het ziekenhuis moet. Maar dat betekent dat ze alleen moet. Want er mag natuurlijk niemand extra's mee. In verband met corona. Dus mijn opa die zit dan vanavond thuis. En ik heb vanmiddag eten besteld. Maar dat was zoveel. Dat ik eigenlijk gewoon te veel heb. Voor mezelf nu. Dus ja. Heb ik tegen mijn opa gezegd van joh. Weet je, ik heb gewoon pasta voor jou vanavond. Want ik heb pasta besteld. Super lekker trouwens. Echt heel veel. Voor heel weinig geld. Echt heel blij mee. Dus ja, ik heb tegen hem ook gezegd, weet je, dan breng ik dat vanavond al naar je toe. Kan je dat in ieder geval eten. Dan, want mijn oma heeft toch geen trek. Ik weet eigenlijk niet precies wat ze heeft. Maar het enige wat ik weet is dat ze echt niet lekker is. En mijn nieuwe chocoesje is binnen. Helemaal zwart met zo'n ring mount. Zodat ik hem neer kan zetten en zo. En vast kan houden. Super chill. En hij is magnetisch. Dus hij blijft ook hangen. Dus dat is heel fijn. Maar ik ga het jullie even laten zien. Het is trouwens best donker hier in huis. Hier staat het oude verblijf. Het is echt een rommel overal, jongens. Niet schrikken. Hier staat het oude verblijf. En daar staat het nieuwe verblijf. Het is een stuk smaller. Ze zitten er al in. Het is gewoon een soort, hoe noem je dit? Terrarium. Waar dus normaal een vogelspin of zo in zit. En in dit geval zitten de schildpadjes erin. Leuk hè? Ik heb trouwens gisteren gevlogd, maar die beelden heb ik per ongeluk verwijderd. Superleuk, want Chicky de kip en zo. Ik had gisteren het verblijf laten zien buiten en zo.
Maar ik heb die beelden verwijderd, dus dat is super jammer. Maar ik ga ze vanavond nog wel een keertje zelf eten geven. Als het niet te hard regent. Anders mag mijn pa doen. Nee hoor. Dat doe ik het wel gewoon eens nog. En er komt vandaag een pakket binnen van Debbie. Nu heeft ze haar sieradenlijn, of tenminste haar verkooplijn, veranderd naar By Debs. Ik ga jullie even haar account laten zien. Daar heb ik wat leuke dingen besteld. Dit account, jongens. Volg haar ook allemaal eventjes. Echt de moeite waard. Daar heb ik dus wat dingen besteld. Een tasje en een ketting. Die heeft een week vertraging gehad dankzij PostNL. Maar die komt vandaag dus wel binnen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ja, die komt vandaag ook binnen. En verder doe ik niet zo heel veel. Misschien dat ik vanavond met mijn opa en oma ga slapen. Ja, sowieso ga ik vanavond met mijn opa en oma slapen. Ik ben nu nog heel even hier. Voor de nodige dingetjes. Maar ik ga zo meteen weer terug die kant op. En ja, waarschijnlijk blijf ik daar vanavond ook gewoon tukken. En morgen vanuit daar naar mijn werk. Want morgen moet ik werken. En vrijdag ook. Last minute bij de dierenriem. Yay, mijn oude stageplek weer. Superleuk. Maar mijn camera is ook leeg. Dus ik kan niet zo heel veel filmen. Goed. Over By Debs gesproken. Ze is live op TikTok. Nou, ik heb net gezegd dat ik haar aan het promoten ben op een YouTube kanaal. Dus misschien dat ze zo reageert. Dit is Debbie. En daar heb ik dus het tasje en de ketting besteld. Ik wil even wachten tot ze de comment misschien leest. Mijn vlogkanaal. Kim. Ik heb maat Isabel zo gehad dat die wordt. Ja, hij zit dan zeg maar wel een beetje zo lossig. Hij is echt best wel groot. Ze verkoopt ook kleding, sieraden, tassen. Superleuk. Van iemand die ook normaal maat XL. Dus van hoe? Van haar krijg ik dus zometeen de tas binnen en de ketting. En ik hoop dat zometeen mijn kleding komt. Ik ben heel benieuwd. Super veel zin in. Ik kan echt niet wachten. Ik zit echt bijna nog niet eens voor de deur te wachten. Ik hoop dat het snel komt. Goed, jongens, ik ben helemaal blij. Want het is binnen het pakketje. Het tasje en de ketting hangen allebei om mijn schouder en mijn nek. Dus de ketting. Heel tof. Echt super. En dit is het tasje trouwens. Die vind ik ook heel leuk. Ik ga hem gelijk invullen nu, die tas. En ik ga mijn spullen pakken, want ik ga dus inderdaad bij oma slapen vanavond. Dus ik ga nu mijn spulletje inpakken. Ik loop de hele dag alleen in jongenspakken en een trui. Maar ik ga in deze tas, dat is mijn handtas. Ik heb er niet zo heel veel nodig. Ga ik even spullen zetten. En dan ga ik dus inderdaad daar slapen. Ik ga trouwens denk ik niet zo heel veel filmen bij mijn opa en oma. Maar wel gewoon op mijn gemak. Mijn ding. En ik moet morgen überhaupt werken, dus... Ik moet sowieso dingen meenemen. Goed, alles is ingepakt. Toch voor een andere tas gaan, want dat paste niet. Ik heb mijn schoenen al zo aan. Ik moet alleen even mijn onderbroek en sokken nog pakken. En dan kunnen we gaan. Vestje aan. Ik heb mijn trui uitgedaan. Even deootje op, want ik stink een beetje. En dan gaan we. Goed, ik ben inmiddels in een ander huis, jongens. Ik heb lekker in het gedoucht. Ik ga heel even mijn skincare doen. Dat moet nog gebeuren. Mijn haar zit ook gewoon weer echt heerlijk, mijn neus. Ik ga hier gelijk even wat droogshampoo in. Wat is het? Er is echt wel heftig aan. Geur. Trouwens, ik heb mijn haar net niet gewassen. Ik heb me gedoucht. Ik heb mijn haar net... niet gewassen, omdat ik het pas heb gedaan. En ik ben niet zo heel erg meer van het heel vaak heel snel haar wassen. Ik heb net mijn skincare gedaan. Ik heb deze charcoal cleansing stick gebruikt. Deze gebruik ik elke avond. Heb ik gelijk onder de douche gebruikt en gelijk mijn tanden gepoetst onder de douche. Dus zometeen ga ik nog thee drinken, maar dan gaat het waarschijnlijk niet lekkerder op smaken. Maar goed, maar niet uit. Ik gebruik de crème van Simple.
En s'avonds smeer ik altijd net even iets meer op dan wat ik normaal overdag zou doen. Ik gebruik deze Simple Creme. Dan ga je gelijk even mijn skincare laten zien. Of ik gebruik... even een stukje open. Oh, ik ga het dood hier. Of ik gebruik de crème van... het was niet Bioderma, het was een ander merk, maar ook met een B. Ik weet even niet meer welke. Die gebruik ik normaal. En anders gebruik ik die van Simple. Want ik gebruik eigenlijk alle producten van Simple. Op die reinigingscleanser met olie van Garnier na. Maar ik vond het wel fijn om dit weer eens even te gebruiken. Dit mix ik trouwens met een... Mijn handen zijn glibberig. Dit mix ik trouwens met het littekencreme van de Kruidvat. Want ik heb littekens op mijn kin zitten. Dus daar smeer ik wat crème op. Gewoon kleine plekjes op mijn gezicht. En dat smeer ik er ook nog even in. Gewoon heel erg leuk. Ik dacht, ik ga het jullie gewoon even lekker laten zien. Ik heb trouwens mijn camera niet optimaal kunnen opladen. Dus dat is wel jammer, maar op zich heb ik verder toch niet zo heel veel te vertellen. Ik heb avond gegeten, was trouwens super lekker. En ik ga zo nog een kopje thee drinken. En voor de rest doe ik eigenlijk niet zo heel erg veel meer met mijn avond. Dat is te laat ik aan. Verder doe ik niet zo heel erg veel meer met mijn avondje. Ik heb alles klaargelegd voor morgen. Dat doe ik eigenlijk altijd. Even mijn onderbroek nog aan, want die heb ik dus nog niet aan. Oeps. Wat ik zeg, meer doe ik eigenlijk niet in de avond. Buiten dan dat ik nu een kopje thee ga drinken en daarna lekker mijn bed induiken. En dan denk ik nog even luisterboek afluisteren van Jamie. Want die heb ik nog niet af. Ik heb namelijk te lijken die luisterboeken aangeschaft, allemaal. En ik moet die dus nog allemaal luisteren. Dus, tenminste, ik heb Vins en Camille heb ik geluisterd. Ik ben bezig met Jamie. En daarna moet ik Caro en Merel en Keona nog. Dan heb ik het allemaal gehad. Dus dat is wel leuk. Nou, dit zit ik erin. Ik heb echt zeker alles in mijn tasje gedaan. Ik kan er niet tegen als ik dit nu zo los mee zou nemen. Dat vind ik vreselijk. Maar goed, dat hoeft niet, want alles zit niks in mijn tasje. Het is inmiddels 12 minuten over 9, dus het is voor mij al niet laat. Maar ook niet dat je denkt, zo, het is vroeg. Redelijk oké tijd. Skincare is gedaan. Ik ga lekker naar beneden. Ik doe deze nog even dicht. Die is nog open. Ik heb net ingesmeerd mijn bodycream. Ik ga nog even lippenbalsem doen. Ik hoop dat die trouwens in mijn handtas zit. Volgens mij heb ik die vergeten. Ik heb geluk, ik heb die van Labello bij nog. Die glossbalsem. Nou, ook prima. Nee, glossolie is het meer. Maar goed. Zoals jullie weten, ik kan niet zonder iets op mijn lippen. Dus ik heb het nodig. even de douche nog droog maken. En dan ga ik naar beneden. En even een kopje thee drinken. En daarna lekker... het bedje hierin. Ik slaap weer in een eenpersoonsbed. Goed, ik heb een theetje op. En het is zo raar om in een eenpersoonsbed te liggen. Als je echt serieus een tweepersoonsbed gewend bent. Ik lig zo krap. Dit is mijn bed. Normaal kan ik lekker lang uit liggen, maar dat kan nu niet. Maar goed, wel chill. Ik ga zo lekker... een tukkie doen. En morgenochtend om een uurtje of 6:30 weer op. Om te gaan werken. Ik ga nog wel even het luisterboek luisteren van Jamie. Vind ik gewoon echt super chill om dat even te doen nog. En daarna ga ik slapen. Dus ja. Oogjes dicht. En tot morgen. Goedemorgen. De werk is net afgegaan.
erg. Ik was net make-up aan het doen en mijn ogen die... Oh, vreselijk. Maar goed. Het is gebeurd. Ik ga een koffie zetten. Oh, hij staat al daar. Top. Ik ga een koffie zetten en dan zo naar mijn werk. Goed, en op naar huis. Ik heb een paar boodschapjes gelijk gehaald. Even wat broodjes. Dat is wel lekker. En gelijk mijn tas uit het huis van opa en oma opgehaald. En nu weer terug naar huis. Dus dat is wel heel chill. Verder niet zo heel veel doen vanmiddag. Vrouw is wel lekker gewerkt. Er is een stagiaire. Ik ben niet gewend dat er stagiaires lopen daar zo. Dus dat was wel leuk. Ik heb die stagiaire op sleeptouw meegenomen, dus dat was wel, wel leuk. Lekker gekletst en zo. Ik zit in het tweede jaar van het tweede jaar van niveau 3, dus wat ik ook heb gedaan. Dus ik weet niet, ik herkende mezelf er wel een beetje in. Een beetje zo ongemakkelijk voelen en afwachtend. Ik voel me grappig. Maar ik vond het leuk om hem te begeleiden, wat ik met mijn opleiding nooit mogen of kunnen doen. Dus dat was wel jammer. Maar goed, op naar huis. Ik ben weer thuis, maar ik ga mijn tas weer pakken. En weer naar de overkant, want mijn opa nam eten aan de... En mijn opa gooit me morgen af van mijn werk. Dus ik ga daar weer slapen. Dus ik ga mijn spullen weer pakken, of tenminste, ik heb even andere kleding in de tas gedaan. En ik ga er weer vandoor. Let's go. Goed, ik ben inmiddels back. En ik heb... kan ik jullie zetten hier? Ja, dit is ook perfect. Ik heb avond gegeten. En ik ga nu mijn nagellak eraf halen. Dit is trouwens echt de perfecte hoogte. Super top. Jullie kunnen trouwens nog iets hoger. Ah, het is perfect. Ik ga mijn nagellak er even afhalen. En daarna mijn nagellak opdoen. Ik heb namelijk een paarse nagellak meegenomen. Trouwens wel lekker avond gegeten. Dat wel. Ik ben alleen maar aan het inkakken. Ik ben heel moe. Ik ga zo even een kopje koffie drinken. En ik ga even het luisterboek downloaden van Merel. Want die moet nog luisteren. En daarna is Karel aan de beurt. Maar ik wil Karel voor het laatst bewaren. Dus de leukste voor het laatst. Ik ben heel erg benieuwd naar het boek van Karel. Dus ik denk dat het heel erg leuk geworden. Maar ik dacht, ik ga jullie even up-to-date stellen hoe of wat nu. Ja. Ik ben niet zoveel aan het doen eigenlijk. Ik ben, wat ik zeg, ik ben nog steeds een beetje heel erg moe. Echt een beetje aan het inkakken nu. En denk van, oh, eigenlijk wil ik wel graag even slapen of zo. Maar dat ga ik niet doen. Want dan weet ik, dan ben ik vannacht wakker. En dat wil ik niet. Maar het komt wel goed. Het is nu, ik weet niet of dit klopt, ik loop goed. Volgens mij wel. Ja, het is 8:10. Dus het is ook best wel oké, vroeg of zo. Ik zie dat het wel laat op de avond is of super vroeg of zo. Het is gewoon een mooie tijd. Ik dacht, weet je wat, ik ga even mijn nagels doen. Laat ik die lekker op mijn gemak drogen. Ga ik zo meteen een kopje koffie drinken. Ga ik me daarna lekker omkleden. Ondertussen even lekker het luisterboek luisteren. En ja. Misschien straks als ik zin heb Mabel of ja, Mabel Marnia of zo. Mania. Marble Mania, dat was het. Kijken met stuk tv erin. En anders doe ik dat niet. En ga ik zo meteen gewoon lekker een spelletje spelen op een Switch. Want die heb ik meegenomen. Dan kon ik tenminste nog iets leuks doen. Nou ja, dan kan ik altijd wel wat leuks doen. Maar ik dacht, ik neem mijn Switch mee. Dan kan ik gewoon nog wat leuks doen. Lekker spelletje spelen. Ik ging een stukje draaien. Ik dacht, ik ga gewoon even lekker verder met jullie kletsen. Ik heb trouwens geen bril op. Super dom. Die heb ik dus beneden laten liggen. Maar goed, dit komt hopelijk wel goed. Nagelslakken doe ik überhaupt altijd meer op gevoel. Dus dat komt wel goed. Maar ik zeg, ik merk aan mezelf dat ik nu echt best wel heel erg moe begin te worden. Ik begin heel erg in te kakken en lach. Maar goed, ik ga mijn nageltjes verder doen, jongens. En het luisterboek aanzetten. En hier ga ik even een luisterboekje luisteren. Goed. Inmiddels zijn de nageltjes gedaan. En ga ik slapen. Ik heb mijn skincare gedaan, alles gedaan. Ik ga nu nog even wel TikTok opnemen. Dat heb ik net gedaan. Even plassen. Dat moet ik ook. En dan ga ik slapen. Het is 10:10. Laat. Alweer. Dat ik normaal ga slapen.
Normaal lig ik echt om 9:30 al in. Maar ik was vanmorgen ook niet moe. Dus misschien had ik gewoon echt een stuk later naar mijn bed moeten gaan. Dat ik gewoon moe word van het vroeger naar bed gaan. Dus ik ga slapen. Ik heb gewoon een t-shirtje aan en mijn pyjama broek in plaats van mijn jasje. Die heb ik wel bij me. Maar ik had het heel erg warm. Dus ik heb het maar niet aangedaan. Ik doe het maar beter zo. En ja, kleding hangt klaar. Alles is ready voor morgen. Dus super fijn. Helemaal top. Ik ga slapen en ik zie je morgen. Goedemorgen. Oké, jongens, ik ben weer thuis. Ik heb alles even opgeruimd. Maar ik ben heel erg moe. Ik heb de afgelopen twee nachten best wel onrustig geslapen bij mijn opa en oma. Ik heb heel veel te hik, vreselijk. Dus, wat ga ik nu doen? Ik ga heel even op bed liggen. Ik doe mijn schoenen even uit. Ik ben echt ontiegelijk moe. Ik ga heel even mijn ogen dicht doen. Ik heb al middag gegeten. En al die dingen gedaan. Dus dat is perfect. Dus ik ga lekker even liggen in mijn eigen bedje. Ligt toch vaak het lekkerste. En ik kan gewoon lekker normaal bewegen. Want het is toch best wel krap in een eenpersoonsbed. Maar goed. Ik ga even lekker liggen. Goed. Ik ben inmiddels weer wakker, dus ik heb heel even kunnen slapen. Ik heb voor de rest lekker tv licht kijken. Maar goed, dat geeft niks. Ik ga heel even, want volgens mij zit al mijn make-up onder mijn ogen. Valt dat mee? Misschien valt dat mee, ik weet het niet. Maar ik, nou, heel lichtjes. Het valt mee, tot erg gewend. Ik ga even de dieren buiten doen, want dat gaat natuurlijk de komende dagen super hard vriezen en sneeuwen. En het wordt heel koud. Dus ik ga de dieren buiten wel eventjes doen. Ik ga even hooi in het hok doen. En ik denk ik neem jullie gelijk even mee naar buiten. Ja, omdat wij dicht bij de weiland wonen, stinkt die regelmatig naar koeienstront. Maar goed, geeft niet. Ik ga even hooi pakken voor de beesten. Maar ik heb trouwens mijn geehoek schoenen weer eens aangedaan. Die lopen zo lekker. Alleen mijn jongensbroek is een beetje te kort gekrompen. Maar goed. Maakt niet uit. Want hij was een goede lengte, maar volgens mij heeft mijn moeder hem 3 keer te heet gewassen of zo. Hoi, die moest ik hebben. Oeh. Oh. Got it. Nu de dieren buiten eten geven. Nee, ik draag die geelke schoenen bijna nooit. Die geelke spoelma schoenen, omdat het echt lompe schoenen zijn. Maar ze lopen zo lekker. En nu dacht ik, weet je wat? Fuck it. Ik ga het gewoon aantrekken. Hier zitten dus de dieren in. De vorige keer heb ik die wilde per ongeluk verwijderd. Ze gaan nog een keer. Natuurlijk een lichtknop. Die hoeft eigenlijk niet aan. Zo. Ik neem jullie mee naar binnen. Welkom in het verblijf van Chicky en Billy. Dat is Chicky. Die zit in een bakje. Hi, Chick! Je biedt één voordeel nu het nog licht buiten is. Jullie zien het nu wel beter. Vorige keer was het schemerig. Hi, Chickie! Knapperd! En Billy zit hierin nu, denk ik. Ja, die zit daarachter. Maar goed, ik ga dus even hooi neerzetten. Dat is mij dus gevraagd. Hi chick, ik ben Bibi hoi. En ik ga eerst even op een bordje staan. Ze ligt hier ook op alles en ik heb geen zin om daar zo in te gaan staan. Nou, hier is Bibi. Hi chick. We staan ook nog samen naast de buurt. Hi meis. Het leuke aan Chicky, jullie zien mij helemaal niet. Het leuke aan Chicky is dat je haar dus gewoon echt kan krullen. Want ik kan haar nu gewoon zo oppakken. Dan gaat ze wel mopperen. Maar ze is super lief. Mopje. Hier, Chick. Beetje hooi erbij.
je hooi in je bakkie. Waar ga je heen? Kopen? Kom dan. Het zit daar gewoon echt gezellig zo. Nou, oké. Okay. Ja, dank u. Dan check de bakje een beetje hooi. En het blijft bij. Jullie gaan naar de ren. Jullie denken, oh shit, ze komen in brok. Dat is het ding. Ik vind hooi altijd echt. Ik vind het super ideaal. Ik gebruik het in mijn cavia ook altijd. Maar ik vind het echt een nadeel. Oh, ik gooi het hooi in de waterkant. Voordat wij willen is konijnen eten natuurlijk het hooi ook. Kijk, Chicky kan dat vrij moeilijk eten. Bij Chicky is dat gewoon puur voor de warmte. Gooi, we willen gewoon lekker veel neer. Want ze zitten toch buiten, jongens. Wij zitten gewoon lekker binnen bij een kachel. En die... kippen en de konijnen niet, dus maak je zak gewoon lekker op. Nu bij Chicky nog. Even uitkijken dat er niks in mijn schoenen zit zo meteen. Ik zal Billy ook even pakken, jongens. Kunnen we hier maar niet. Dit is onze Billy. Oh. Ik pak hem heel even. Dit is Billy. Ons knuffelkonijntje. Kom jongen. Kom nou. Je zet je af. Dat moet niet. Wat? Billy. Oh, ik had net hooi in de bakje gedaan. Nou, maar ja. Hij zit in ieder geval lekker warm binnen. Hij had duidelijk geen zin. Oh, hij zit ook echt gelijk met hooi van. Oh, dat is eigenlijk wel lekker. Het ene moment wil Billy wel kroelen. Het andere moment nee, laat maar. Nou ja, in dit geval was het dus... inderdaad, gewoon alleen. En nee, laat maar. Kijk, oh, de kattenbak, hier moet je in. Ik heb ook iemand gehooid op een chick. Ja! Overal lekker een beetje hooi erin gooien. Billy zat trouwens net met zijn nagel in mijn nek. Hij is tegen lekker schram. Ik doe het gewoon lekker neer hier zo voor het hoogste deel. Hoppakee. Nou, het is in ieder geval warm. Ze heeft nog eten en drinken, dus dat is mooi. Chickie vermaakt zich hier wel. Hi Chick! Chick denkt, laat me met rust. Ik ben bezig. Nou, oh, oep. Alleen de deur kleurt hier heel erg. Moet je dat niet door hebben. Nou, ik kon mijn schoenen checken. Nou, er zit niks. Hier zit dus Chicky. En Billy zit daarin. Die zit nu echt net een mega vol met hooi. En ik heb daar hooi in gedaan. Daar, daar. Hier beneden wat bijna neergelegd. Nou, Chick. Licht je uit. Ik zeg gelijk, hé. Hey, wat zit daar? Wacht, ik ga je hoor even daarin zetten. Even kijken wat ze doet. Kom eens, Chick. Die loopt daar nu echt zo rond van, oh, dat is eigenlijk wel lekker. Dus ik vind het niet leuk dat je er dan in zet. Maar nu zie je er toch echt kijken van, oh, oké. Okay. Dan ga ik daar zitten. Nou zit ik lekker warm hier.
Dankjewel. Kijk, ze gaat ook echt gewoon gelijk liggen. Ik heb eigenlijk misschien een te grote baal neergegooid. Leg je lekker, chick. Zo, ik zal het een klein beetje platter maken. Hoppakee. Zo. Nou. Ze gaat in ieder geval gelijk achterin liggen van, nou, ligt mij wel best hier. En doordat het hout op een gegeven moment is gaan uitzetten, is de deur een beetje een soort van ongelijk straat. Ja, eigenlijk is de straat ongelijk. Nou, Chicky ligt daar lekker, Diddy ligt daar. Nog steeds niks onder mijn schoenen. Nee. Nou, top. Zitten die ook lekker warm? Voilà. Ik wil lekker warm. Naar binnen. Ik heb hele kapsel van mijn opa en oma gehad en bij de appie tiramisu. Oh, zo lekker. Maar wel heel veel. Ik zit niet echt van nou. Kan niet meer. Goed jongens, goedemorgen. Nou ja, eigenlijk middag. Ik ben serieus om 1 uur pas uit mijn bed gekomen. Ik had geen zin om eruit te komen. En ja, dat was eigenlijk alles. Ik had gewoon absoluut geen zin om eruit te komen. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Ik ben lekker blijven liggen. Het is nu, ik kan nu het een beetje zien, de tekst, de tijd is heel slecht. Bijna niet hè, het is 14:44. Ik heb een koffietje gezet, ik heb gegeten. Ik heb even mijn rode afgebladerd en nagellak eraf halen. Ik heb het pas gedaan. Maar die is nu afgeblazen omdat ik gewerkt heb. Dus dat is zonde. Ondertussen, terwijl ik dat doe, ga ik lekker een video van Jill kijken. Die heeft een lekker kletsvideootje gemaakt terwijl ze eigenlijk aan het opmaken was. Dus dat is top. En ja, dan ga ik denk ik deze vlog editen en gelijk een nieuwe vlog beginnen. Dus dat gaan we nu doen. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En ik zie je heel erg snel bij een nieuwe video. Doeg!